Hoi, ik ben Joost, Joost Poelgeest. En ik ben verantwoordelijk voor de bouw van alle nieuwe warehouses bij Bol.com. Ja, we zijn hier vandaag voor de opening van het Peak Warehouse. 9 maanden geleden zijn we met het project begonnen. Vandaag gaan we live en dat betekent dat we de komende 3 maanden pakketjes gaan uitleveren voor de Sinterklaas en de kerstperiode. Deze piek zal dit warehouse bijna 2 miljoen artikelen in totaal gaan uitleveren. En op echt de drukste dagen zal dat neerkomen op de 80 tot 100.000 items per dag. Er gaan straks ongeveer 20.000 pallets in en ook nog tienduizenden artikelen die we op shelving opslaan. 20.000 vierkante meter. Er werken straks ongeveer 300 mensen weliswaar in 2 shifts. En dat allemaal in een 3 maanden periode. Dus dat is een enorme uitdaging en daar kijken we enorm naar uit. Dus het unieke van dit project is dat het in een hele korte tijdsperiode is. Normaal zijn projecten, hebben best wel een lange doorlooptijd. 2, misschien 3 jaar. Dit project daarentegen hebben we ongeveer 9 maanden geleden zijn we die echt gestart. En staat het nu. En die enorme tijdsdruk, dat maakt het wel uniek. We hadden een peak warehouse nodig omdat we zien dat Bol.com gegroeid is van een operatie waar we eigenlijk vooral 1 heel groot warehouse hebben waar we de hele jaar door eigenlijk de vraag van de klant vervullen. Dat we eigenlijk zien dat we ontwikkelen naar een infrastructuur waarbij we dat soort fulfillment centers hebben. Maar die vullen we aan met specifieke fulfillment centers die bijvoorbeeld de piekvraag kunnen vervullen. En op die manier kunnen we heel gebalanceerd en heel flexibel inspelen op de klantvraag. En dat is voor de groei die wij doormaken essentieel.